De thriller die ik geschreven heb, die heet Moord en Brand. Die is eigenlijk gebaseerd op ervaringen die ik heb gehad in de advocatuur, in de rechterlijke macht als strafrechter, veel moordzaken gedaan en in de politiek. Het is een spannend verhaal van iemand die in de Tweede Kamer vermoord wordt. En dan is natuurlijk de vraag, wie heeft het gedaan? Allerlei verdachten. En nou ja, daar heb ik een heel spannend verhaal over geschreven. En het was eigenlijk heel bijzonder. Ik heb het geschreven in New York op mijn balkon. Nadat ik een heleboel vliegvelden en vliegtuigen, veel tijd die ik over had, aantekeningen had gemaakt, die heb ik op mijn balkon in New York uitgewerkt. En toen begonnen die karakters uit het boek echt te leven. En dat werden echt een soort vrienden van me. En die gingen dus ook dingen doen die ik helemaal niet gepland had. Dus ik had, het zijn een paar verhaallijnen in het boek terechtgekomen die spontaan ontstaan zijn. En het was een ontzettend leuke ervaring om te doen. Ik heb heel veel plezier gehad met het schrijven. En het leukste van het schrijven van een boek is dat mensen die het gelezen hebben en die je dan een e-mail sturen, die zeggen, hoe gaat het toch met die persoon? Ligt die nog in de kelder? En wat is er met die gebeurd? En alsjeblieft, als je deel 2 schrijft, zorg dan dat, nou ja. Dus het is een ontzettend mooie ervaring geweest en het smaakt naar meer. Dus ik denk dat ik zo na de zomer ga beginnen met een nieuw deel. Met dezelfde hoofdpersonen daarin. En ook weer een spannend moordverhaal.